De moestuinbakken, die hebben we vorige keer in elkaar gezet. Video, ik denk misschien hier, klik, vooral als je wil weten hoe we dat gedaan hebben. Maar ja, we hebben sowieso besloten om ze pootjes te geven van 30 centimeter. Die gaan nu nog de grond in, dus daar ga ik vandaag mee aan de gang. Oh ja, en het is eindelijk lekker weer. Oké, de moestuinbakken moeten in de grond gezet worden. Nou, wat gaan we doen? We gaan eerst even zorgen dat we goed gemarkeerd hebben waar ik ze wil hebben. Ik wil ongeveer 80 centimeter tussen iedere bak, dus het is goed om die goed te stellen iedere keer. Op het moment dat ik die markering heb geplaatst, dan zet ik de bak op zijn zij en dan kan ik gaan graven. En wat ik ga doen, ik ga zorgen dat de zijkanten gewoon op de grond rusten. Dat is diep genoeg. Als laatste moet ik uiteraard nog zorgen dat ze waterpas staan. En als dat gebeurd is, is die eigenlijk al klaar om gevuld te worden. We hebben paardenmest. Dat hebben we hier in redelijke hoeveelheden, dankzij onze paarden. Er zit nog wel wat hooi in, maar dat is op zich niet zo'n probleem. Want het heeft gewoon de tijd om te composteren als het gewoon onderop zit. Dus dat is hartstikke fijn. Mocht je nou denken van ik wil ook graag iets van paardenmest of koeienmest of wat dan ook onderop hebben. Dan moet je op marktplaats kijken of misschien een lokale boer of bekende die bij een manege zitten. Vraag even rond, want er zijn mensen zat die van hun mest eigenlijk af willen. Dus ja, wie weet, dat kan altijd. Daarnaast hebben we nog een laagje met takjes, blaadjes, van allerlei stro dingetjes gedaan. Om een beetje een demping te vormen tussen wat aan het composteren is en de laag erboven. Om te voorkomen dat we direct vermenging krijgen. En eigenlijk de mest pas later actief wordt. Op het moment dat je denkt van nu moet het gaan groeien. Dan krijgen de wortels in één keer die mest en krijgen ze die booster. Daarbovenop hebben we aarde gedaan, die hebben we gemengd met zand. Dat hebben we specifiek gedaan omdat onze aarde, die hadden we al eerder gebruikt en die is redelijk compact. En er zijn ook niet heel veel voedingsstoffen. En wat we vorig jaar hebben ervaren is op het moment dat we daar bijvoorbeeld wortels in groeien, dan hebben ze eigenlijk te veel energie nodig om goed te kunnen groeien. Want omdat die aarde zo dik is. Dus het zand hebben we ongeveer 30% ingemengd, dus om te zorgen dat het allemaal wat losser is. En helemaal bovenop hebben we nog wat koemest gedaan. Dat hebben we hier een jaar geleden gekregen. En dat is eigenlijk om te zorgen dat de eerste voedingsstoffen direct beschikbaar zijn voor de zaadjes die gaan groeien. Schatje? Ja, zo, dikke buik. We hebben de eerste bak klaar. Super fijn. Echt hartstikke gaaf gedaan. Is het een beetje zoals je denkt dat het goed is? Oh, dit is super. Nee, beter kon haast niet. Nou, mooi. Hadden jullie ook nog die koemest? Hier zit ook de koemest al op. Oh, helemaal top. Dus hier kan ik straks lekker gelijk mijn plantjes inzetten. Jij kan hier gelijk 100% mee aan de gang. Nou, dan ga ik straks al gelijk de bieten erin zetten. Nou, hopelijk blijft het mooi, hè? Dat hoop ik ook. Zoals Ralf net liet zien, ik heb nu mijn eerste prachtige moestuinbak. Oh, hi Garfield. Ga je me komen helpen? Ik heb mijn rode bietjes meegenomen en die ga ik gelijk in de tuin zetten. Die had ik in die wc-rolhouders gedaan. En die ga ik dus nu eerst overal neerzetten en dan zet ik ze in de grond. En dan hebben we over een aantal weken lekker bietjes! Ik ben gelijk aan de slag gegaan met de bietjes in de grond te zetten. Eerst ben ik de potjes op de plek gaan zetten om te zorgen dat ik overal voor alle bietjes voldoende ruimte heb. Daarna heb ik een gaatje in de grond gemaakt, heb ik het potje met de bietjes erin gezet en de overige aarde er nog eventjes eromheen aangestampt. Staat! Het staat! Woehoe! Oneven! Ja, klopt. Ik had 20 dingen ingezaaid en de oorspronkelijke planning was om er 18 in te zetten. Ja. Maar één potje was leeg. Ja. En ik dacht van dat ene potje, die kan er ook wel in. Ook wel zielig anders. Ja. En het is op zich nog wel voldoende qua ruimte. Wat vind ik qua hoogte? Ik vind het heel erg fijn werken. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Ik moet een klein beetje gebukt staan. Ja, maar dat is niet erg. Maar ik heb geen last van mijn dikke buik. Ja, dat scheelt. Ja.
Want als ik op kniehoogte, dan kom ik al bijna niet. Dit is gewoon net iets hoger dan kniehoogte. Ja, absoluut. Even een simpel vraagje. Ja? Ze liggen nu een klein beetje op de grond. Is dat een probleem? Nee, dat komt omdat ze... Weet dat? Even moet ze... Moet even acclimatiseren. Ja, iets met andere temperatuur dan binnen. En nou ja, op zich, de aarde in het potje is nog wel goed nat. Ja. Want elke keer als ik het potje had neergezet, dan zag ik daar ook een natte plek. Oké. Dus ze hebben gewoon even tijd nodig om bij te komen. Oké. En je hoeft ze dus nu nog even geen water te geven? Nee, niet acuut, maar moeten het wel eventjes in de gaten houden de komende dagen. Maar er gaat vast ook nog wel weer een regenbui vallen. Ja, ongetwijfeld. Dus voor nu is dit prima. Oké. Papa, had jij nog een vraag? Nee. Nee? Oké. Nou, dan gaan we verder. Zo. Dat is klaar. Het is ondertussen alweer donker geworden, maar dankzij de hulptroepen is het gelukt om de bakken gevuld te krijgen. Dus Maaike kan vol aan de gang. Mochten jullie het leuk vinden, geef vooral een duimpje en abonneer als je wil weten wat er uiteindelijk allemaal in die bakken terecht gaat komen. Daar gaan we volgende video's uitgebreid mee door. En tot die tijd vergeet niet, vandaag zelfvoorzienend, morgen zijn we beter. Doei doei!